Met een digitale meter kan je je eigen energieverbruik gaan monitoren. Maar het wordt pas echt interessant als je daar een energiebeheersysteem aan gaat koppelen. En om daar meer over te weten is onze expert Jordi er komen bij zitten. Jordi, vertel eens, een energiebeheersysteem, wat is dat juist? Wel, dat is eigenlijk een slimme toepassing die je inderdaad, zoals je zegt, gaat koppelen aan de digitale meter. En waarmee je je gas- en elektriciteitsverbruik in detail kunt gaan opvolgen. Zo kan ik nu bijvoorbeeld op mijn smartphone checken hoe het gesteld is met mijn energieverbruik thuis. En als je die dingen weet, ja, dan kan je natuurlijk op zoek gaan naar manieren om je energiefactuur te gaan verlagen. Een van zo'n systemen hebben we eens getest en dat is de Home Wizard. Dus dit is de P1-meter van Home Wizard, die eigenlijk het energieverbruik van de digitale meter gaat uitlezen. In feite is dat eigenlijk niets meer dan een kleine dongle die je eenvoudig kunt inpluggen in de digitale meter. Dus qua installatie heeft dat niet zoveel om handen. Je plugt het in de digitale meter. Als dat gelukt is, dan zal de dongle groen oplichten. Dus dan weet je dat de installatie gelukt is en kun je eigenlijk aan de slag met de app. Bijvoorbeeld je elektriciteitsverbruik kun je in real-time gaan raadplegen. Hier zie je dat we op dit moment 1800 watt aan het injecteren zijn. We hebben zonnepanelen, dus dat betekent dat we op dit moment stroom op het net aan het zetten zijn. Het gasverbruik kun je raadplegen, als ook het verbruik van individuele toestellen, als je slimme stekkers hebt geïnstalleerd. Dus hier hebben we bijvoorbeeld een elektrische fiets met een elektrische batterij. Als we die daarop aansluiten, en we maken in de app een timertaak aan, waarin we zeggen van de fiets moet worden opgeladen elke dag tussen 2 uur en 4 uur in de namiddag. Dan hoeven we daar niet meer naar om te kijken. Voor de wasmachine hebben we in de app een zonnetaak aangemaakt. Wat er eigenlijk op neerkomt, dat we hebben bepaald dat van zodra onze zonnepanelen een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op het net zetten, dat de slimme stekker dan gaat aanschakelen en dat dus de wasmachine wordt aangezet. Dus wat we doen is de stekker manueel aanzetten. We gaan het juiste programma kiezen. De wasmachine is volgeladen, we doen hem dicht. We duwen op start. En daarna gaan we de stekker uitzetten. Op het moment dat er voldoende stroom op het net wordt gezet, zal de wasmachine automatisch aanschakelen. Super interessant, Jordi, maar heel belangrijk, hoeveel kosten die dingen eigenlijk? Wel, daar zit wel wat verschil op, hè. Dus voor de Home Wizard betaal je zo'n 30 euro voor de dongle alleen. Neem je daar ook 3 slimme stekkers bij, dan tel je zo'n 130 euro neer. De basisversie van de app die is gratis. Wil je ook gebruik maken van meer geavanceerde functies, dan moet je overschakelen naar de betalende versie en die kost je 1 euro per maand. Ik hoor je zeggen 3 stekkers. Is dat eigenlijk voldoende? Op zich wel. Alles hangt natuurlijk af van welke apparaten jij hebt en welke apparaten je wilt gaan aansturen. Maar laat ons zeggen dat een doorsnee gezin die zijn vaatwasser, wasmachine en droogkast wil aansturen, voldoende heeft met 3 van zo'n stekkers. Tot zover de Home Wizard. De Nico, welke kostprijs moet ik daarvoor neertellen? Die is iets duurder. Hè. Ja. Die heeft een richtprijs van 350 euro voor de slimme hub en de 3 stekkers. Dus dat is toch al daar tel je toch al iets meer voor neer dan bij de Home Wizard. Dat is heel wat. Nu, je hebt 2 systemen getest. Ik neem aan dat er nog op de markt zijn. Er zijn inderdaad nog veel andere systemen op de markt. Een handig overzicht daarvan vind je trouwens terug op de website maakjemeterslim.be. Wil jij meer weten over energiebeheersystemen of over energiebesparen in het algemeen? Neem dan zeker een kijkje op onze website en dat kan via deze link.